Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 16 januari. Het wordt een prachtige dag vandaag. De zon schijnt volop en er trekken wolkensluizen over, met name in de westelijke helft van het land. De temperatuur ligt vanochtend zo rond de 4 à 5 graden en er waait een matige wind uit het zuiden of zuidoosten. Vanmiddag stijgt de temperatuur verder en dan komen we uiteindelijk uit op zo'n 8 graden in het noorden en 11 graden in Limburg. Daarbij is het flink zonnig en het blijft natuurlijk overal droog. Vanavond ook nog brede opklaring en de temperatuur ligt dan rond de 7 graden. En later in de avond, en met name vannacht, neemt vanuit het westen de hoge bewolking toe, maar het blijft nog wel droog. Morgenochtend begint het oosten van het land nog met een waterig zonnetje, maar vanuit het westen wordt de bewolking dikker en gaat het ook enige tijd regenen. In de loop van de middag vertrekt de regen weer naar Duitsland. De temperatuur ligt tussen de 9 en de 10 graden s middags. In de avond en nacht kunnen er dan weer een paar buien vallen. En ook zaterdag vallen er een aantal buien, met name in de noordelijke helft van het land. Verder is er veel bewolking, maar zo af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 7. Ook zondag hier en daar nog een bui, maar waarschijnlijk wel wat vaker zon. En maandag blijft het op de meeste plaatsen droog. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.